Hey, ik ben Marit Verhagen en ik werk als kinderdiëtist in het Sophia Kinderziekenhuis. Ik ben onder andere lid van het keto-team. En het keto-team begeleiden wij kinderen met moeilijk instelbare epilepsie en kinderen met een stofwisselingsziekte die ketogeen dieet als behandeling nodig hebben. Wat is het ketogeen dieet? Nou, het ketogeen dieet is het dieet waarbij je veel vetten gebruikt en weinig koolhydraten eet. En ter vergelijking met een normaal eetpatroon bevat het ketogeen dieet minimaal 2 keer zoveel vet en soms wel 3 keer zoveel vet. En dat vergt eigenlijk een flinke aanpassing van je eetpatroon. Daarom is het ook heel belangrijk dat het ketogeen dieet begeleid wordt door een ervaren keto-team. Wat gebeurt er nou precies in je lichaam bij het ketogeen dieet? Nou, om aan energie te komen, verbrandt het lichaam normaal gesproken koolhydraten die bijvoorbeeld in brood, rijst of pasta zitten. Maar bij het ketogeen dieet gaat het lichaam over op vetverbranding. En je moet het eigenlijk zo zien als een auto die rijdt op benzine en waarbij de brandstof gaat veranderen in een gastankje. Bij de verbranding van die vetten, daar komen zogenaamde ketonen vrij, waar de naam ketogeen dieet zich ontleent. En deze ketonen kunnen een positief effect hebben op epilepsie. Maar misschien nu denk je wel, al dat vet, zou dat nou wel goed zijn? Daar word je toch hartstikke dik van? Nou, het antwoord is nee. Want de vetten uit het dieet worden direct gebruikt om aan energie te komen. En eigenlijk is het de taak van de diëtist om dat zo goed mogelijk te begeleiden en te zorgen dat je genoeg voedingsstoffen binnenkrijgt, bijvoorbeeld eiwitten, om te groeien als kind zijnde, maar ook te zorgen dat je geen tekorten krijgt, waardoor je te weinig vitamines en mineralen binnenkrijgt. In de praktijk vraagt het ketogeen dieet heel veel van ouders als kinderen. En we helpen hen een dieet op maat te maken dat zoveel mogelijk past bij wat het kind lekker vindt. En we begeleiden ouders daar stapsgewijs in, zodat kinderen ook kunnen wennen aan het eten van meer vetten. Hiervoor gebruiken we eigenlijk speciale dieetpreparaten die jullie hier al kunnen zien. En daarnaast leren we ouders om te wegen, te rekenen met de hoeveelheid vetten en koolhydraten, maar ook om de hoeveelheid ketonen te meten in het bloed met het speciale metertje. En tot slot leren we ouders om te gaan variëren met behulp van verschillende recepten, zodat ze het dieet goed kunnen toepassen in de praktijk. Wil je nou nog wat meer weten over het ketogeen dieet? Check de link in de bio